Yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en ik ben terug om mijn revenge te pakken bij Minecraft The Walls. En ja, dit is een 2 versus 2, dus ja, Jordi gaat het even uitleggen voor iedereen die het niet snapt. Nou, we gaan. Iemand gaat straks op dat domme knopje daar drukken. Ik die doet dat. En dan gaan Ronald, Jeroen, hallo. Hi. En ik. En Super Funky Boy gaan dan daarheen om resources te verzamelen. En elkaar dan daarna af te slachten. Ja, maar je vergeet één ding. Het is 2 versus 2. En ik ga met Tim teamen. En Jordi gaat met Jeroen teamen. Dus ja, we zitten wel gewoon op één vierkant. We hebben niet twee vierkanten ter beschikking. En wat zitten jullie af te spreken? Jullie zitten op iets te broeden en ik wil weten wat. Wie? Jullie twee. Nee. We zitten nog in hetzelfde Skype gesprek. Ja. Nou, het zal in ieder geval. We gaan dus, by the way, straks ook in andere Skype-gesprekken. Dus ja, wil nog even iemand zeggen wat dan we gaan knippen en plakken en... Nou, okay, sowieso, ik wens je geluk met verliezen. Yeah, maar right ik ben dan. Pro en jullie hebben dit pas één keer gedaan en ik doe het best wel vaak. Ja, ik ben Oké, nog één ding. Wij nemen de pot rechts. Dus ja, wel, dan zien wij jullie zo meteen weer terug. Tot zo allemaal. Oké, mensen, wel, we zijn terug. En ik zit nu in een van de falend bedrock ding. Tim die gaat op de knop drukken, dus ja. Toch, Tim? Ja. Okay. Wacht. Drie, twee, één, wat is dat dan weer dan? Oké, oh, dat. Start. Nou, 15 seconden. Quick baka, come to me quickly. En ja, wij zijn echt gewoon pro hierin. Ik heb ook echt niet even de map geëxploiteerd dat we dit gingen doen of zo. Nee. Lolcats. Ja, dat ding moet straks omhoog gaan. Ja, we daar is water. Nou, yes. Goed. We gaan eerst allebei maar even wood halen. Oh ja, ik ga even chest verzamelen en jij gaat wood halen, oké? Okay? Want ik ja, weet tenminste waar de chests ik zijn. Eerst kijk, hier is een chest en zo. Ja, ik weet ook waar chests zijn. Ja, oké, okay, maar jij kent deze map, of niet? Ja. Ik heb cobwebs. Zit er ook nog ergens eentje in een boom? Ja, die heb ik nou. Ja, nice. Daar ben ik achtergekomen tijdens die trollolol video. Even kijken. Zo. Even kijken. Er zit er een in het water en er zit een chat met table in dat cave system. Waar ik nu naartoe ga. Even kijken. Goh, wij gaan zo dik winnen. Even kijken. Waarom zit er niks in de chest? Heb ik het er gepakt. Oh, gelukkig. Ik dacht even, what the fuck, moeten we overnieuw beginnen? Nee, oké, we hoeven geen crafting table te maken, die hebben we al. Ik ga even de animals killen, want ja. En dan moet je even de chat bottles aan mij geven, want zo kregen we dan meer levels. Dus ik mag alleen de animals killen en ik heb de chat bottles nodig zo meteen. Even kijken, wacht, zit hier al? Ja, oké, TNT en arrows. Even kijken, waar zijn de animals? Ik heb wel een schaap hier, maar ja, dat zit ook geen zon in het dek. Ook koeien. Weet je nog speciale dingen aan deze map? Zitten de diamonds in, Tim? Of wat is de bedoeling hiervan? In ieder geval, we moeten in ieder geval vanaf die grot gaan minen, want dan komt snelst de arm een diamond tegen. Ja, oké, okay, ja. Waarom denk je dat ik Tim heb gekozen, jongens? Oh, ik kan echt niet wachten om hun recording te bekijken die zo gaat falen. Even kijken, goed. Ik heb nu ongeveer een half level. Kijk, zijn er niet meer dieren hier? Moet er wel zijn in ieder geval. Ja, ik heb een schaap en wat koeien. Ik heb één beef, dat is alles. En ik heb allemaal schapen. Landswagen. Waar zijn alle dieren gebleven? I don't know. Dat is wel falend. Dan moeten we gaan farmen. Hebben we... Wacht, als ze straks... Ja. Hebben we iets van seeds of zo? Kijk, ik heb meer als een stack wood. Oké, okay, dit is de half uur versie, toch? Ja, oh, dat kunnen we in ieder geval wel gaan farmen, dus... We kunnen zo goed gaan farmen. Nou, even kijken. Tim, mag ik de XP bottles? Wacht, oh, lek, wacht. Ik zet even mijn random listeners op normal. Ja, geef mij even de achievement bottles, please. Ja, oké. Okay. En dit is een heel erg leuk trucje. Als je zo omhoog recht en ze dan gooien, dan zul je zien dat je meer krijgt. Zo, dit is al één level... En ik heb nu, oké, twee levels. Kom op, geef me de drie. Nee, bijna drie levels. Dus we hebben in ieder geval genoeg voor onze zwaardjes. Goed, wel. Ja, we moeten in ieder geval een shelter maken voor de mobs deze nacht. Ja, want als je door mobs wordt doodgemaakt, dan ben je eruit, toch? Ja, dan ben je eruit. Oké, wel, hier is de enchantment table.
Oh, heb ik toch weer een workbench gemaakt. Maar oké. Whatever hebben we de twee, lol. Even kijken. Nou, wat maak automatisch, dat is gewoon een start. Zo, even kijken. Ik geef jou even stone source, zodat we in ieder geval op skeletons kunnen gaan jagen. Hier. Want we moeten even... Hoe kom je aan krijgen. Al die dingen dan al? Wat? Heb je je starter kit toch gebruikt? Nee, ik heb zitten mijnen hier. Wat denk jij nou? Oh, jij hebt al wood gepakt? Ja. Wacht. Oh, er is een chest. Ik ga even op skeletons jagen, oké? Ja, is best. Creepers laat ik met rust. Skeletons hebben we nodig. En ik ga een beetje verder zoeken of we... Oh, een appel. Als we gold vinden, kunnen we gold een appel maken. Niet dat dat veel zin heeft, maar... Ja, ik heb ook al een appel. Spin, nog een appel. Ik moet even die appel opeten. Hier liggen nog wat appels en dus nog eens kappen we alle bomen. Een spin voor bogen. Oh ja, we hebben al genoeg voor twee bogen, hè. Jongen, ik heb 3 appels. Ik heb daar zo'n skeleton even vol hunger krijgen. Of nou ja, geen vol honger. Nou ja, boeiend. Even kijken, ik moet echt oppassen, want die kringen die schieten niet snel in EP5. Oké, okay, ik heb 2 bones gekregen. Dan gaan we gewoon lekker weed farmen. Oké, zombies voor XP. Ik ben de XP-hoer. Tim, ga jij mijnen? Oh jezus, Tim, ik heb hulp nodig. Tim. 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 Ik heb hulp nodig. Tim, je mic doet het niet. Shit happens. Wat was dat nou net? Tim, jij pakt ze. Pas op voor die creeper. Oh, 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 vuur. Oh, vuur. Hoeveel health heb jij? 4 hartjes. Oh ja, ik regen ook wel. Even kijken, ik heb 4 levels. Oh my, OMG. OMG, OMG. Even kijken, skeleton. We hebben skeletons nodig voor eten. Ga je anders even mijnen en zo voor iron? Ik ben al bezig. Oké, ga ik even achter mobs aan. We hebben al arrows. Even kijken, daar is een skeleton boven. We hebben echt gewoon... Spin kan ook nog wel bij. Ik haat die dingen niet. Geef je altijd damage. Ja, oké. Okay. Terugtrekken. Heb ik zombie flash? Nee. Heb jij zombie flash voor mij? Ja, 4. En mag ik dat? Want ik ben boven bezig. Tim, ik ben achter je. Cool. Okay. Zo. En ja jongens, Tim en ik die gaan veel vaker recorden, allemaal leuke minigames en zo, dus ja. Even wat in dus, hè. Kun je even wachten dat ik weer full health heb? Even kijken, ik heb 2 letters, stone sword, ik heb 4 levels, dus dan kunnen we in ieder geval allebei onze boogjes en zwaardjes enchanten. En ik ben bezig om 1 te krijgen. Echt gewoon, eten zal bij hun een enorm probleem zijn, tenzij ze allemaal van dat stuff hebben. OMG, moet ik ook een enderman dood gaan maken? Nou, ik zou het nu nog niet proberen. Wacht tot je een iron sword hebt. Ja, daar heb je wel gelijk in. OMG, man. Oké, ik word doodgemaakt. Kom naar binnen. Yes, hij is doodgemaakt door de... Oh, mijn Jezus. Serieus, kom naar binnen, nu. Ja, ik kom eraan, ik ben onderweg. Ik zit wel zombie flesjes te eten en zo. Kom. Niet de enderman. Oh mijn god. Oh, serieus, kom. Serieus. Kom, oh god, snel. Er zijn zoveel mobs binnen. Oh mijn god. Tim, sluit. Ik sluit het af met wol. Oké. Okay. Wacht, snel. Ja, die kan er niet in. Die kan er niet in. We kunnen hem wel doodmaken. Dat is wel handig. Oh wacht, hier kunnen ze nog door. Dat is niet handig. Hebben we nog iets om dat dicht te maken? Ja, ik heb cool. Daar. Oké, okay, blijf hier. Even kijken. Hebben we nog stof eventueel? Ik zal even gaan mijnen met jou. Neem jij de gang ernaast of zo? Sure. Ga een paar blokjes opzij en ga dan ook net zoals ik naar beneden ga als een trap. Ja, dat zal ik doen. Ik ga aan deze kant mee, denk ik. Oh, iron hier, lol. Nice. En gravel voor flint en steel, dat steken we in de fik, want dat doet zoveel extra damage. Dus ik ga ook gravel even farmen. Oh, ik zwem weer in de kool. Echt waar. Ik ga ze doodmaken met kool, we gaan ze begraven onder de kool. Even kijken, ik heb wat extra string, dus daar kunnen we boogjes van maken. Ik heb wat eten, ik heb wat bones, dus we kunnen morgen gaan farmen. Even kijken, ik ga even naar buiten, even een kijkje nemen hoe het staat bij de... Dat is een spin. Oh mijn Jezus. Tot zover
dit. Als jij doodgaat, hè, dan red ik het al niet meer. Nee, ja, maar we moeten toch even een beetje gaan kijken en alles, snap je? Ik ga even een beetje gravel farmen en ik ga deze kant mijnen, denk ik. Yo, hier is wel de bedrock al, maar gravel, oh, ik heb één flint. Nice. Zolang we allebei maar iets van een flint en steel, oké, ik heb twee flint gekregen. Zolang we allebei maar een iron sword hebben, daar heb ik nu genoeg voor. Ik heb genoeg voor twee iron swords. En een flint en steel en een iron chestplate krijgen, dan zijn wij gebakken. Ik heb kool nodig. Nou ja, whatever. Kijk, ik meen deze kant of zo van, ja, naast jou, maar dan naar de andere kant, dus. Kijk, mijn brightness staat dan helemaal omhoog, dus. Oh, cave system. Ja, dat cave system zat ik laatst ook in. Moet je mee oppassen. Oh, Skype. Doe Skype even op niet storen. Zo, als mijn commentary een beetje raar is, jongens, dan komt dat doordat ik het een beetje druk had vandaag. Ik heb een nieuw bureau opgehaald en alles, dus. Maar ik besloot toch nog even een leuke commentary voor jullie te maken. Want zo ben ik. Even kijken, ik kom even. Ja, nee, ik ben gewoon even hier naartoe zo. Nee, ik ga even. Ik heb echt torsjes nodig, want ik zie geen vlekken. Ik heb 40 kool, dus. Ja, oké. Okay. Ik ben wel even naar jou toe. Tim, wacht, ik ben naar jou toe. Hey, ik kom er naar boven. Ja, maar ik kom er dan. Ja, maar ik moet een crafting table hebben, want ik heb geen wood. Ja, maar ik wel. Lolcats. Ze hebben zo'n skybase gemaakt in Battledome. Met allemaal lava en zo. Nee. Ja, ik heb wel lava gevonden, dus. Mag ik wat torches alsjeblieft? Torches, Tim, please. Wacht, ik ga even een furnace maken voor de iron. Heb je wat kool alsjeblieft? Eén kooltje of zo. Wacht. Is goed. Ik ga nog even kijken of ik buiten iets van skeletons kan vinden. Ik heb 7 strings, dus. Ja, dat is prima. Ik ga buiten even kijken of ik iets van een skeleton kan vinden of zo, dat ik makkelijk dood kan maken. Er zit nog een spin hierboven. OMG, ik kom terug. Ik kom onmiddellijk terug. Dan maak het, probeer het in ieder geval dicht te doen. Zo, het is buiten een groot chaos. Nou ja, dan gaan we wel gewoon een beetje. We hebben 30 minuten, dus. En ik heb wat 4 bows. Oké, ik heb weer iron. Oké. Maar food zal voor hun een enorm probleem worden. Voor hun? Hoezo? Wat denk je zelf? Ze weten die chest niet. Nou, als wij alle gebrek aan food hebben en wij zijn redelijk goed in Minecraft, dan moeten hun gewoon helemaal struggelen met food. Oké, okay, resistance, serieus. Ik kom eraan. Loop naar boven, loop gewoon naar boven. Ja, ik zit hier vast. Mijn god, mijn deur. Niet in die Enderman's ogen kijken. Als jij doodgaat, dan ben ik redelijk fucked. Jordi kan ik makkelijk doodmaken, maar Jeroen wordt echt een challenge.